En ik ben super benieuwd hoe de leraren zijn en of ik snel vrienden maak. Ik beloof jullie dat ik alles zal vloggen, oké? Bij ons op school is een soort van meeloopdag voor 8e groepers. Ebru zegt toch altijd dat gym echt de hel is? Het valt wel wat mee. Als je naar de brugklas gaat, ben je ineens de jongste. Ik denk echt dat het leuk gaat worden. Dat denk ik ook wel. Shorts, lunchpakket. Shorts met een nerd. Volgens mij is Steve niet zo populair. Kan iemand geld hebben, dan haal ik op school wat. Nee, dan mag je echt zelf betalen dan. Het lijkt me best wel leuk als Shorts bij mij op school komt. Hoi. Hey. Mevrouw Kroes. Neem maar een plekje naast een van de brugklassers. Ik ben Jasper. Hi, ik ben Shorts. Ik ben het zusje van Steve. Opdracht gaat over gedrag. Niet dierlijk gedrag, maar menselijk gedrag. Want duidelijk? Best lachen. Bij mij op school gaat het over kikkers. Waarom film je? Shorts, wat ben je aan het doen? Het is niet de bedoeling dat je een telefoon in de klas hebt. Steve, je had je zusje wel even mogen waarschuwen, hè? Want jij wist het. Kennelijk is het zo dat als mijn zusje iets verkeerd doet, ik daarop word aangesproken. Zou ik hier doen? Zo'n toffe leraren hebben ze hier dus. Jullie zijn Max toch wel mooi even vergeten in categorie leuke leraren. Max is ook geen leraar. Hij heeft met Kroes gezond. Met Shorts kun je tenminste een beetje roddelen. Ik hoop niet dat het de hele tijd zo gaat worden als Shorts hier op school zit. Wat gebeurt daar? Share nog niet. Steve heeft de Shorts. Hallo, waar bemoei jij je opeens mee? Wat mij betreft mag je zusje lekker oprotten naar haar eigen school. Nou ja. Ik was gewoon een vlog aan het opnemen. Ik zag later pas dat die twee elkaar helemaal afstonden te lepperen op de achtergrond. Maar waren jullie heel erg raar aan het tongen dan? Kering met iemand anders, Dombo. Nu hebben wij een groot probleem en dat is allemaal jouw schuld. Ik was bij de fietsenstalling. Dave, stik er toch lekker in, man. En je kleine irritante zusje ook. Mam, het is George had super erge problemen. Ze had dikke vette ruzie en daardoor kreeg ik ook ruzie. Ik kon er niks aan doen. Ik deed niet expres. Ik was gewoon iets aan het vloggen en toen filmde ik iets wat iemand niet leuk vond. Ja, er stond een jongen en meisje op het schoolplein te zoenen en ze hadden met iemand anders verkeringen en dat heeft ze zo online gegooid. Short. Tuurlijk baal ik. Ik dacht dat het gewoon gezellig ging worden en dat ik iemand zou hebben waarmee ik mee naar school kon fietsen en met wie ik kon staan in de pauze. I'm sorry.